Al een week lang is ongewenst het gesprek van de dag nadat bekend werd dat ze gechanteerd zou worden met de openbaarmaking van een sekstape. Het dreigen met juridische stappen leek even te werken, maar afgelopen donderdag verscheen het bewuste filmpje dan toch online. Hoewel het seksfilmpje vrij snel offline is gehaald, lijkt het wel of iedereen de beelden inmiddels heeft gezien en iedereen vindt er wat van. De verspreiding van dit zeer intieme filmpje heeft het leven van leidend voorwerp Patricia Pai volledig overhoop gehaald. Patricia Pai is hier met haar advocaat Johan Langelaar en haar adviseur Peter Erdevies. Patricia, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met jou? Slecht. Kapot. En nachtmerrie. Je zit in de nachtmerrie. Je gaat ermee naar bed, je staat ermee op en je denkt, oh ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk, want ik heb natuurlijk een dochter. Ik heb een vader en moeder nog. Een man. Ja, en pas een hele lieve man. Ja. Ja, die zit daar ook niet op te wachten natuurlijk. En ik denk ook, ik kan beter maar gewoon hier gaan zitten. Het is zoals het is. En zodat mensen weten wat je daar, wat je teweeg brengt. Ik denk dat ze er niet eens bij nadenken. Ik denk dat niemand zich kan voorstellen hoe het voelt totdat het je overkomt. Precies. Op het eerste moment dat je was al bang dat het misschien zou gebeuren, maar dan komt het moment dat het daadwerkelijk gebeurt. Was je alleen toen? Nou, was al bang. Ik hoorde het, ik was alleen. En iemand van mijn management belde en zei dat er zoiets gaande was. Ik dacht, nou, dat zal wel weer onzin zijn of wat dan ook. En toen heb ik eerst John van den Heuvel gebeld. Want ik denk, als het zo is, hoe gaat dat dan? En ik heb dan ook later Peter erbij gehaald. Maar bel je meteen of zit je eerst even in stilte van te voelen van... Ik geloofde het niet. Mm-hmm. Ik geloofde het niet. Ik denk, dat kan helemaal niet. Wat dan? Hey, ik kon me helemaal niet voorstellen dat iemand dat had of wat dan ook. Dus, en het duurde heel lang tot ik het eigenlijk geloofde dat zoiets kon. Je zei net heel slecht, dat het slecht met je gaat en dat het een nachtmerrie is. Ja. Als je je leven beziet, je hebt veel dingen meegemaakt in je leven. Iedereen heeft goede en slechte tijden. Is dit het ergste, zou je zeggen, wat je hebt meegemaakt? Ja, vind ik wel. Dan moet je voorstellen dat ik natuurlijk al heel lang op de televisie ben. Dat is 50 jaar lang al. Dat is best lang uithouden. En dat iemand dat in één klap, of iemand, deze mensen ook die het verspreid hebben, in één klap denk je, nou, dat is weg. Zo ga ik de geschiedenis in. De mensen waar je het over had, die ook hierdoor geraakt worden. Je ouders, je man, je dochter. Ja. Wat zeggen zij tegen jou? Ze steunen me allemaal. En mijn dochter die heeft even gehuild. Oh mama, want ze krijgt natuurlijk ook weer mensen die daarover beginnen tegen haar. En dat vind je zo erg. Dat is het ergste wat er is, natuurlijk. Je kan het gewoon niet. Ik dacht ook meteen toen we een stukje verder waren en ik wist dat het dus waar was, dat ze dat aan het verspreiden waren. Toen moest ik zo erg denken aan die kleine meisjes en die kinderen die zich van kant maken. Want je wil je dus echt. Je denkt, ik wil dood. Heb jij dat gedacht? Nou, dat denk je ook. Je denkt, kan ik ergens in een put zakken of. Je wil dood gewoon. Dit is zo erg. Heb je iets aan de mensen om jou heen, vrienden? Of is dit iets waarvan je het gevoel hebt dat je het alleen moet doen? Nee. Maar wat ik voel, voelen zij toch niet. Dat kan niet. Maar ik heb wel steun, zeker aan mijn man. Hey, ik ben net met hem getrouwd. Hij heeft daar niets mee te maken verder. Wat zegt hij tegen jou? Ja. Hij heeft gewoon ook gezegd, luister, ik hou van je en dat is nu. Dat is in het nu. En we komen er wel uit. En zie je maar, als we hier uitkomen en we houden echt zoveel van elkaar als dat we doen, dan kunnen we dit aan. Die eerste dagen sinds dit is gebeurd, hoe zijn jouw dagen? Ga je ergens heen? Ga je naar buiten? Nee, je wil helemaal niet naar buiten. Nee, echt niet. Nee, ik heb dingen dicht gedaan bij mijn deur. Want meestal kan je bij mij naar binnen kijken. Je wil eigenlijk helemaal niks meer open doen. Je voelt je het veiligst in je huis.
Dus je bent alleen naar buiten gegaan om aangifte te doen? Ja. Dan nu om hier... Ja, ik neem vrienden mee of wat dan ook, of mijn man. En je durft niet alleen, je durft de mensen niet aan te kijken. Je denkt, oh, weet je wel. Kijk, ze keken toch wel. Maar nu denk je, ja, waarvoor kijk je nu? Ja. Weet je wel, je leven is gewoon totaal op z'n kop. Ik vind het onbegrijpelijk dat ze niet kunnen denken of bedenken wat voor gevolgen dit hebben. Dit moet gewoon niet kunnen. Ja. Het was iets waar iedereen het over had en alle media namen het ook over. Even kijken. Het is het gesprek van de dag en de beelden, ja, die staan bij iedereen op het netvlies. Over een onderwerp waar heel veel mensen het eigenlijk de hele dag al over hebben. Ja, de pikante video's van Patricia Pai die online zijn gezet. Het gaat om tenminste twee video's waarvan zij zelf begin deze week al zei dat ze ermee afgeperst werd. John van Heuvel, Patricia is juist ook gesproken, die natuurlijk totaal ontredderd en kapot is. Ik vind het ook redelijk schandalig, moet ik zeggen. Een schandelijk filmpje van een collega verschijnt op het internet. Patricia Pai heeft zich voor het eerst sinds dagen weer in de openbaarheid laten zien. Vanmiddag arriveerde zij op het politiebureau van Hoofddorp om aangifte te doen tegen de verspreiding van haar seksopnames. Over dat filmpje. Wanneer is dat filmpje gemaakt? Ja, dat is een tijdje geleden heb ik dat gemaakt. En wist je dat het gemaakt werd? Ja. Ja, ik wist dat dat opgenomen was. Dat vond je goed? Dat moment wel, ja. Het zou gaan om een vrijpartij met jouw ex-vriendje, hebben we gelezen in de media. Klopt dat? Ja, en iedereen doet wel eens iets geks. Ik heb een gekke bui. Dus ja, alleen, dan verwacht je natuurlijk niet dat dat bij social media wordt gedeeld. Is het iets wat je... Daar doe ik het ook niet voor. Nee, uiteraard. Is het iets wat je vaker deed? Wat filmpjes maken? Ja. Nou, ik zou je vertellen, dit was de eerste keer. Ja. Maar is dat interessant of belangrijk? Of is dat wel eens vaker gebeurd? Nee, het is interessant gewoon om te weten hoe dit filmpje, hoe dat gegaan is. Nee, ik had die ervaring nooit. En ik had natuurlijk beter moeten weten, dat zeg ik eerlijk. Nou ja, omdat je zelf zegt, van ik ben al 50 jaar iemand bekende Nederlander op televisie. Ja. En dan... Heb je jezelf afgevraagd, is het verstandig wat ik nu aan het doen ben? Want iedereen mag doen wat hij wil, mag ik ook? Tuurlijk, dat zeker. En als dat binnen in mijn huis is, dan heeft niemand daar wat mee te maken. Ja, dat is juist, hè? Het gebeurt in de privésfeer, dat is heel belangrijk. Ja. Dat staat buiten kijf, zonder enige twijfel is dat zo. Iedereen moet altijd thuis kunnen doen wat ze willen en hoe ze dat ook willen. Ik vraag het alleen maar. Ik pleit daar altijd voor, hoor. Dat tuurlijk. Doen waar ik zin in heb. En, alleen, sommige risico's zijn niet uit te sluiten. En als je een bekend iemand bent, zou je kunnen denken van hoe leuk het ook is om dit te doen, of hoe graag ik het ook wil. Omdat ik 100% risico niet kan uitsluiten, is het misschien onverstandig om het te doen. Ja. Dat zou kunnen. Zou kunnen. Maar dat heb je natuurlijk toen wel de zaken op z'n kop zetten. Wat is de zaak op z'n kop zetten? Nou ja, dat je maar dingen niet moet doen omdat je toevallig bekende Nederlander bent. Als je dat gewoon thuis doet. Nee. En je maakt bovendien is algemeen bekend. Hè? Want voordat het door Geen Stijl op de site werd geplaatst, was al nadrukkelijk naar buiten gebracht dat dat filmpje onrechtmatig was verkregen. Precies, en dat zij daar buitengewoon veel bezwaar tegen had dat al geopenbaard zou worden. Dat is gewoon genegeerd. Dat is kwaadwillend handelen. Alles geprobeerd om het tegen te houden. Weet je hoe het filmpje in de verkeerde handen terecht is gekomen? Ik denk zelf wel, ja. Je weet ook wie dat gedaan heeft? Ik heb wel een vermoeden. Maar je wil niet zeggen wie dat is? Nog niet. Heb je aan de politie kenbaar gemaakt wie je denkt dat het is? Ja, absoluut. Wat vind je van degene die het gelekt heeft? Laten we daar beginnen. Ja, kijk, we weten natuurlijk niet zeker hoe dat precies is gelekt. Mm-hmm. Hè? Wat er met wie dat filmpje in handen heeft gekregen en met welke intentie hij of zij dat heeft verspreid. Dus zolang we dat niet weten, moeten we daar een beetje dat in het midden laten. Maar iemand die dit aangrijpt om een ander een hak te zetten... Juist. Of eigenlijk het leven van iemand kapot wil maken... Mm-hmm. Want dat is wat hier gebeurt. Nou ja, dat is buitengewoon verwerpelijk, hè? Ja. Vanmiddag hadden wij een bespreking op het kantoor van de advocaat. Daarna heeft Patrice een taxi genomen en ze vertelde me net vanavond...
Ja, dat ze dan in de taxi zit en dat die taxichauffeur dan zegt van... goh, wat erg voor u, mevrouw. En die begint daar dus over. Hè. Je wordt er elk moment mee geconfronteerd. Daar gaat het om, ja. En de tweede vraag van die man is... ik zeg het hier maar gewoon, omdat ik er toch ook een beetje onthutst over was... is dat hij zegt van, houdt u echt van plasseks? Dat gebeurt dan, ja. En zo moet je dus elke dag naar de bakker, de slager, of waar dan ook. Zij durft de deur niet uit. Nee, natuurlijk. Ik wil daar nog aan toevoegen, Eva, dat moment dat iemand zegt... ik ga dat naar buiten brengen, dan ben je al onrechtmatig bezig. Als er geen toestemming is, is het onrechtmatig. Omdat ze dreigen dat te doen. Nee, gewoon het verspreiden van dit soort filmpjes zonder toestemming... is een inbreuk op jouw eigen recht. Het is via de account van Eendevanger verspreid. Wat vinden we daarvan? Nou ja, het is natuurlijk aan de politie om te onderzoeken hoe het precies een weg heeft gevonden. Daar moet een reconstructie van gemaakt worden, zeg ik dan. Ja. En de politie moet dat uitzoeken. En dan blijkt vanzelf wel hoe deze man of vrouw dat in handen heeft gekregen. En welke intentie daarachter schuilt. Voordat dat zover is, dat begint bij de aangifte. U heeft aangifte gedaan op vrijdag. Vrijdag heeft Patricia aangifte gedaan. Tegen wie? Tegen iemand die ik nu even in de belangen van de zaak niet kan noemen. En is dat vanmiddag... de vermoedelijke dader? Degene die het onrechtmatig gelegd heeft? Daar hebben wij een vermoeden van, ja, dat die daarachter zit. Ja. Ja. Dat was de aangifte van vrijdag. En vandaag heeft u ook aangifte, een aanvullende aangifte tegen wie? Tegen de beide websites die tot de Telegraafgroep behoren, hebben wij aangifte gedaan vanmiddag. Dus dat is geen stijl die het heeft gedaan? En Dumpert. En Dumpert. Ja. Hoe reageerde de politie bij het doen van de aangifte? Ik moet zeggen dat ik vandaag een zeer afhoudende reactie kreeg. Vanochtend ben ik gaan bellen. Het was heel moeilijk iemand te bereiken. Ik ben op een gegeven moment teruggebeld vanochtend. En toen werd er beloofd dat de behandelend officier van justitie mij binnen een uur zou terugbellen. Dat was om 5:00 nog niet gebeurd. Toen zijn we verder gegaan en toen hebben we wel even met hem kunnen spreken. En het enige wat ik toen te horen kreeg, dat men bezig was een team te vormen. Ja. Worden zij serieus genomen als je dit zo voldoende serieus genomen? Ik vrees eerlijk gezegd het ergste wat dat betreft. Ik wil niet al te veel erop vooruit lopen, want misschien revancheren ze zich nog. Maar ik heb hier de aangifte liggen van Patrice en die heb ik bekeken. Nou ja, daar valt mij meteen in op. Dit is een rammelende aangifte eigenlijk. Daar zijn niet de goede vragen ingesteld. Welke vraag ontbreekt er dan bijvoorbeeld? Ja, er ontbreekt bijvoorbeeld wie de beschikking over dat filmpje zou kunnen hebben. Wie erbij geweest waren toen het werd opgenomen. Ja. Waar het voor de eerste keer is verschenen. Daar moet je natuurlijk gaan. Dat is allemaal niet gevraagd. En dit is niet door een cybercrime rechercheur opgenomen. Die zou hele andere vragen hebben gesteld. En op het moment dat je dus wil onderzoeken wat hierachter zit, heb je al die gegevens nodig en die staan er niet in. En er is vrijdag aangifte gedaan en het is nu dinsdagavond. Er heeft ook nog niemand gebeld met een aanvullende vraag. Sterker nog, als hij belt, ik wil graag de hoofdofficier spreken of de officier van justitie. Want dit is een zaak waar heel het land van in rep en roer is, waar iedereen het over heeft. Je zou bijna zeggen, waar hebben we anders cybercrime rechercheurs voor? Ja, dan word je niet teruggebeld, word je niet doorverbonden, niks. En is dat een teken van incompetentie aan de kant van de politie of onwil? Wat zou de reden zijn? Nou ja, dit is eigenlijk wat je als internetslachtoffer aan de lopende band ziet. Dat als je op een bureau komt, dat er vaak geen mensen met kennis van zaken zitten, die niet de goede vragen stellen, waardoor zo'n onderzoek eigenlijk al slecht begint. Iemand die verstand heeft van internetcriminaliteit en hoe dat is, zou hele andere vragen hebben gesteld. Maar in dit specifieke geval zou je kunnen zeggen dat de maatschappelijke impact en de impact op het slachtoffer zo groot is, daar kan je niet omheen. Dat ziet de politie ook. Nee, maar dan is het toch ook absurd als je als advocaat belt en je zegt, ik wil met de hoofdofficier van justitie spreken of met de zaaksofficier van, jongens, hoe gaan jullie dit oppakken? Hoe gaan we dit doen? Want dit heeft zo een omvang gekregen dat men dat niet belangrijk genoeg vindt om terug te bellen, überhaupt de telefoon op te nemen. Ik vind dat echt stuitend. Dat verbaast jou ook, denk ik, of niet? Heel erg. En hoeveel vrouwen gaan er niet naar de politie met een verhaal en ze luisteren niet eens. En dan hoor je later dat er wat gebeurt. En dan zeggen ze, ja, maar ik ben er geweest, maar niemand luisterde naar me. Had jij dat gevoel ook toen je er was, dat er niet goed naar jou geluisterd werd? Nou,
Ja, ik vond het wat koeltjes. Niemand vroeg naar mijn telefoontje of wat. En ik wilde alles geven, ik wilde er alles voor doen. Kijk, snelheid is superbelangrijk ja, in dit soort. Ja, dat dacht ik net zeggen. We zijn al een paar dagen onderweg. Er is ook een e-mail nu verzonden. Ja. Er is nu ook een e-mail verzonden dat we snel antwoorden willen hebben. Dat ik met Patricia samen nog een keer daar naartoe wil. En de aangifte in elk geval uitbreiden die van vrijdag en van vandaag verder toelicht. Ja. U heeft ook gezegd, ik ga dus los nog van deze aangifte en strafrechtelijk. U wilt ook een hele grote schadevergoeding. Ja. U hebt zelfs gezegd, de grootste die in Nederland voor zoiets is gegeven. Ik hoop dat dat ook gaat lukken. De bedoeling is niet om te zeggen van we gaan de rechtelijke macht eens wakker schudden. Maar ik hoop met die toch wel grote claim die wij gaan indienen dat er een kentering komt, dat het ook serieus wordt genomen. Kijk, de andere kant van het verhaal is, misschien heeft dat ook een voorkomende werking, hè, dat men zegt van, oh jongens, een afschrikwekkende werking. Afschrikwekkende, en daar is natuurlijk ook over in het buitenland is voldoende verschenen. De een zegt dat moet je niet doen, en de ander zegt je moet het wel doen. Maar laten we dat nou maar eens gaan proberen. En hoe gaat u dat aanpakken? Wie gaat u allemaal hiervoor aansprakelijk stellen en bij wie gaat u die schadevergoeding eisen? Die gaan we natuurlijk bij de websites, hè, althans de vennootschap die erachter zit. Dus geen Stijl en Dumpert in ieder geval? Die gaan we daar neerleggen. Telegraaf Media Groep. Telegraaf Media Groep, ja. Die gaan we daar neerleggen. En over wat voor bedrag praten we? Nou, daar zijn wij nog niet uit, maar we hebben gezegd dat wij in elk geval naar een paar ton toe willen. Is dat ooit eerder in Nederland gebeurd? Nee, never. Maar geen geld in de wereld maakt dit goed, hè, even, dat snap je. Dat begrijp ik heel goed. Dat kan je gewoon niet verrekenen eigenlijk. Nee, maar je moet daar ook weer onderscheid maken tussen de daadwerkelijke schade die je leidt, of dat je misschien werk minder krijgt. Maar je moet ook denken aan de geestelijke schade die je oploopt. En dat verdriet wat jij hebt. Kom ik hier ooit overheen? Wat denk je? Als je die vraag moet beantwoorden. Nee, het zal altijd bij mij blijven hangen. Altijd. Dat weet ik nu al. Ja. Daar ga ik altijd last van. Elke keer als iemand naar je kijkt, of elke keer als je ergens bent, weten ze dat. En dan ga je. Misschien ga ik zo de geschiedenis wel in. Nou, is leuk. Maar je hoort het ook van eerdere slachtoffers, hè? Manon Thomas, daar sprak ik mee. En dan hoor je dat het nog. Nog speelt. Ik hoorde haar dat ook zeggen. Ja. Dat gaat niet weg. Nee. Die mensen weten niet wat ze aanrichten. Echt niet. Iemands leven, je kan net zo goed iemand zijn strot doorsnijden. Als je, want je zei, ik kwam bij de politie en ik was heel bereid om veel te geven, informatie te geven, alles te vertellen. Alles. Heb jij hun verteld over hoe jij het idee hebt dat het filmpje in de verkeerde handen terecht is gekomen? Absoluut, ja. Dus dan heb je wel een duidelijk beeld over hoe dat is gebeurd. Ik heb er een duidelijk beeld over, ja. Maar het moet natuurlijk uitgezocht worden of ik gelijk heb. Maar ik denk, ik heb een heel goed gevoel. Is dat, want je wil niet zeggen op welke manier dat is gebeurd? Of wil je dat wel zeggen? Nou, ik heb gemerkt in de loop der tijd daarvoor merkte ik wel dat er dingen uitgelekt werden. Vooral naar dat soort programma's als Show Niels en Boulevard. Dingen wat niet klopt, dat kan niemand weten. Dus ik denk, er zit iemand anonieme, hoorde ik dan van hun, berichtjes te sturen. Anonieme. Anonieme berichten over dingen die niemand weten? Nee. Alleen kon weten als ze in jouw huis waren of in jouw telefoon wat in mijn konden? Huis, of wat er voor de deur, of wat er met mijn auto was, of wat er dit. Er werd constant maar dat ik dacht, kan dat nou toch allemaal? Dus weet je dat ze hoe lang was dat gaande? Dat ze dus echt even wat lelijks weer hadden. Weer wat en weer wat. Dan was het bruiloft, dan was het weet ik veel. In ieder geval, er was al, je kan merken dat iemand aan het stalken was. En aan het porren was. En aan het voeren was. Oké, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat kan iemand ook door, als je zegt het gebeurt voor de deur of dus met mijn auto. Dat kan iemand in de omgeving van jouw huis kijken en zien. Nee. Dit waren dingen die binnen. Ik zit al heel lang in het vak, zo heb ik het nooit meegemaakt. Nee, dat is altijd een negatieve tendens in de publiciteit. Dat zag je al een paar keer. Dat klopt niet. En dan, maar heeft de dingen die gezegd en gelekt werden, had dat te maken met dat iemand toegang had tot privéinformatie? Of dat ze gewoon bezig waren jou zwart te maken? Zoiets denk ik wel, ja. Dus wel toegang tot soort privéinformatie? Ja, dat denk ik wel. Dat ze meer wisten of wat dan ook, ja. En hoe zou dat dan, ik bedoel, is er ingebroken in jouw huis? Is een computer? Oh, er is ook een keer ingebroken in mijn huis. Ja, dat hoorde er ook nog bij. En wanneer is dat gebeurd? Dat is met kerst. Is dat gebeurd? Ik kwam thuis en de deur was geforceerd. Ja, dat was ingebroken. Heb je daar aangifte van? Jazeker. Maar ze zijn toen niet binnen geweest.
Nee, maar ze hebben het wel geprobeerd. Ja. En weet je Nee, niet? Maar ik bedoel, dat dus, is bij die inbraak. Oké, dus jij had al langer het vermoeden dat iemand... Maar al dat soort dingen. Mm-hmm. Elke keer maar dat ik dacht... Wat gebeurt hier nou? Ik heb nog nooit last Dat is aan de politie om dat uit te zoeken. Ja. Kijk, zij heeft bepaalde vermoedens. Ja. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel geleerd in... ik heb een programma gemaakt over internetterreur. En veel daders ontmaskerd daarin. Het zit soms ook anders dan je zelf denkt. Er zijn ook vele wegen waarop iemand aan iets kan komen... wat jij op je computer of op je telefoon hebt staan. Ja. Zoals bijvoorbeeld, wat je niet verwacht. Dat Bijvoorbeeld door hacken. Ja. Maar je kan ook, het kan ook op andere manieren. Dus dat is iets wat de politie moet uitsluiten. Dan, die vermoedens moeten bewijs worden. Kan jij Patricia helpen? Nou ja, zij heeft mij en collega John van de Heuvel gevraagd... om haar te adviseren en mee te kijken in het opsporingsonderzoek... wat de politie doet, om een beetje, klein beetje te checken van... nou ja, gebeuren daar nu de juiste dingen? En dan kan dat denk ik geen kwaad... als je inderdaad al zo'n aangifte bekijkt, hoe dat is opgenomen. Dat je zegt, gaan er dan deuren open als jij zegt dat je meekomt? Wordt Patricia straks anders behandeld? Nou, ik weet niet of ze anders behandeld wordt. Maar wij kunnen in ieder geval wel een andere richting aangeven. En zeggen van, heb je daar wel aan gedacht? En waarom hebben jullie dat niet bekeken? Mm. Hè? Dus dat is natuurlijk een deskundigheid die wij meebrengen. Je bent ook dat al langer verwikkeld in een civiele procedure met een voormalige zakenpartner. Ja. Heeft dat een verband met deze zaak? Dat gaan we uitzoeken. Dat zou ik zo niet kunnen zeggen, maar... Vermoed je dat? Ja. Ja, ik vermoed dat wel. Maar dat is een heel verhaal. Daar heb ik wel mijn reden voor. Maar kijk, als we straks alle... Ik ga alles uitzoeken, ik ga alles doen wat ik kan. Zeker dat het gewoon, zeker in Nederland, nooit meer gebeurt. Hè, voor mijn collega's of wat dan ook, of andere BN'ers. Ja. Steek ik mijn nek maar dan uit. Mensen zeggen... het beste wat ik kan doen. Ja. Ik ben kapot. Sommige mensen zeggen... zou Patricia er een belang bij hebben gehad dat dit gebeurt? Ongelooflijk. Ik weet niet welke ziekere geesten dit verzinnen. Dat is echt ongelooflijk, Deze heb ik nog niet gehoord. Nee, ik ook nog niet. Maar mensen zijn zo gek. Natuurlijk niet. Wie wil dit nou? Ja. Dat wil toch niemand? Hoe is het? Want ik zit te denken aan wat je net vertelde over dat je langer het vermoeden had dat er iets niet klopt en zo. Voel je je nog wel veilig in je huis? Nee, want ik heb echt wel gevraagd of ze me een beetje willen steunen. Mijn vrienden komen vaak langs. Ik voel me toch een beetje... mijn man blijft bij me. Hij heeft er heel veel last van op zijn werk. Mm-hmm. Logisch, ze herkennen hem, beginnen erover. We proberen zoveel mogelijk bij elkaar te zijn. Maar ben je ook daadwerkelijk bang om alleen te zijn thuis? Een beetje ook wel. Ja, want elke keer als er gebeld wordt... Dan ga ik heel stiekem zo achter de trap kijken of welke voeten dit zijn. En zo. Nou ja, er zijn dat is toch belachelijk. Al eieren tegen de gevel gegooid. Er waren gewoon jongens met bivakmutsen, weet je wel. Dat slaat ook nergens op. Maar mijn hele ruiten zitten onder de eieren. Is dit iets waar de politie iets mee kan doen? Nou ja, dat is iets wat de politie zeker ook moet weten. Dit zijn natuurlijk de bijkomende effecten. Krijg je er gratis bij, zeg maar. Ja. Maar wat natuurlijk buitengewoon intimiderend en is. Vervelend heel is. Heel eng is dat, dus heel eng. Ja, en daar gaan we. En toen was ik alleen thuis. Vreselijk eng. Ja. Ja. Durf je ook nog je telefoon te gebruiken en e-mails te versturen? Nee. Dat soort dingen. Nee, die telefoon is helemaal gecrashed. Er is ook nog met mijn telefoon gerommeld. Zodat mensen krijgen appjes dat ik ze moet bellen. Dus ik heb 103.000 appjes. Omgekeerd, Omgekeerd. Ja. Dat jij... Ja, ik moet hun bellen. Ja. Nee, wie heeft zij moeten met mij... jouw telefoon? Ja, ik bel, zogenaamd ben ik de message. Maar zij moeten mij terugbellen. Hm. Dus die mensen bellen mij allemaal terug. Je telefoon is gehackt? Hartstikke. Heb je die ook al aan de politie bij de politie ingeleverd? Ik heb gezegd, hier is mijn telefoon. Nee, dat hoeft niet. Doet er maar een ander simkaartje in. Ja. Maar dat merk je wel. Ik weet niet wat ik hoor. Ja, maar dat is wat ik bedoel. Ja.
En dat merkten we vorige week dus ook. Hè, dat zij zou nog een tweet verzonnen hebben met een wat leuke inhoud. Waarop ik zei, ja, dat moet je natuurlijk niet meer doen. Nee. Zegt zij tegen mij, die heb ik helemaal niet verstuurd. En dat nee, hebben we inmiddels ook. Vroeg dat aan mij. Ja. Hij zegt, heb je getweet? Ik zeg, ik tweet niet. Weet je, ik ben wat dat betreft altijd erg... ik hou alles voor mezelf. Ja. En op Facebook doe ik alleen maar dingen die ik ga doen... leuk is voor de mensen om te kijken. Dus ik tweet niet, weet ik niet wat ik allemaal... Hoe moet dit nu verder? Hoe ga jij nu verder? Ja, ik zal in ieder geval voor andere slachtoffers of hoe dan ook... zorgen dat ik iets kan doen. Dat is dit. Ik moet wel, zo ben ik wel... Ik moet gewoon wat doen en vandaar dat we er allemaal hard aan werken. En laten zien dat dat gewoon niet mag. Je weet niet wat ze aanrichten. Dit moet nooit meer gebeuren. Als je kijkt naar hoe jij bent als mens, als jij tegenslag hebt... en dan van dit kaliber, wat zo groot is, maakt jou dat... natuurlijk ben je verdrietig ook, maar maakt het je ook zo boos dat je er kracht uit kan putten? Nou, ik was zelfs zo boos dat ik zat te huilen thuis. Echt, dat je je keel dicht slaat, zeg maar. En toen dacht ik, ja, maar ik ga niet in een putje zitten. Ik moet gewoon hier wat aan doen. En ik ga gewoon mijn kin omhoog. Heb ik tegen mijn dochter ook gezegd. Kin omhoog en face it. En we gaan het allemaal uitzoeken. En ik hoop dat we... dat we tot een goed resultaat komen. En dit wordt dan jouw strijd om te zorgen? Dit wordt mijn strijd, want ik heb toch niks anders te doen nu. Dus, waarschijnlijk heb ik geen werk meer. Ja, maar zo is het. Ik had twee prachtige aanbiedingen. Nou, die hebben zich al teruggetrokken. Dus ja, het is gewoon, het eind is er. Dit is net gebeurd. Daar gaat tijd overheen. Ja. Je gaat je opwerpen voor deze strijd. Misschien verandert dat. Wie weet, ik voel me nou gewoon goed kloten natuurlijk. En ik hoop het dat ik me nog beter ga voelen en dat ik iets goed kan doen in ieder geval. Je hebt niemand vermoord, hè? Nee, dat... Laten we wel wezen. Dat zeg ik ook elke keer. Ik bedoel... ja, sterker nog, ze heeft helemaal niks gedaan. Nee, dat bedoel nee, ik. Helemaal niets gedaan. Nee, precies. Maar ik zal in ieder geval weer werken eraan. Ik wil gewoon... Ik wil weten wie dat allemaal doen en waar dat vandaan komt en waarom. Ik wens jou heel veel sterkte daarbij, Patricia. Dank je wel dat je het hier wilde vertellen. Dank je wel. Jullie ook bedankt. Ik dank al mijn gastuiteraars, u thuis, voor het kijken. Heel graag tot morgen. Uitzending bijwonen, dat kan. Ga dan naar jinek.kro-ncrv.nl.